Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van Team Parzo TV Channel. Het is warm, het is heet. We zitten in de warmste week van het jaar. Maar toch zijn we een resort in Frankrijk aan het testen voor jullie. We gaan geen eindgeneriek maken, want dat zou een veel te lange film zijn voor jullie. Maar lees onze review na op onze website voor meer informatie. Jullie willen weten waar we zijn? Wij zijn in Frankrijk, meer bepaald in Pleilly. En wij testen vandaag voor jullie Park Asterix. Cool, go! Park Asterix is ongeveer zo'n 35 kilometer gelegen van Parijs en is ongeveer 35 hectare groot. Park Asterix heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, maar dankzij de juiste managementbeslissingen van de voorbije jaren is deze uitgegroeid tot een prachtig resort. Nu, kan je het park bezoeken op één dag? Nee, tenzij je juist voor de rollercoasters gaat, maar dan nog, het kan super druk zijn in het park. Het resort telt drie hotels, Les Trois Hiboux, Les Quai de Lutèce en La Cité Suspendue. Opgelet, er is geen airco in Les Trois Hiboux, de andere hotels hebben wel airco. Wij verbleven in La Cité Suspendue, prijskwaliteit uitstekend en echt wel een aanrader. Alle hotels liggen ook vlak aan de voet van het park. Mis de rollercoasters Osiris en Tonnerre de Zeus zeker niet. Park Asterix is ook bekend voor zijn shows, die zijn van super kwaliteit. Eentje springt al jaren als topshow eruit. Mijn bas sur la Joconde. Mis deze show niet. En uiteraard restaurants en eetgelegenheden genoeg hier in het park. Voor meer informatie verwijzen we naar onze parksheet van Park Asterix op onze site. Maar als je hier bent, boek het Banquet Gaulois. Een uniek all-in buffet tussen de personages van het park midden in hun dorp. Echt super sfeervol.